schooltijd weer met een tweetal programma's. Straks om 6:45 een nieuwe aflevering van de serie Dag Dokter. Een cursus waarin huisarts Paul Ram onderwerpen behandelt die in de spreekkamer het meest naar voren komen. Een van die onderwerpen is anticonceptie, zoals bijvoorbeeld de pil, sterilisatie bij man en vrouw en het spiraal. Een en ander wordt dus straks om 6:45 besproken. Nu eerst een kwartiertje Nederlandse taal. Joop Koopman zal zich vandaag concentreren op de hoofdzaken rond hoofd- en bijzinnen. In de zinsontleding, waar we nu al geruime tijd ons mee bezighouden, daar hebben we ons tot dusverre ingelaten met eenvoudige zinnen als de jongen slaat het meisje en mijn vader schildert het huis. Zinnen, zoals gezegd, die vrij eenvoudig van samenstelling zijn. Maar het kan natuurlijk altijd ingewikkelder. Die zinnen zouden ook langer kunnen zijn. Bijvoorbeeld, de jongen slaat het meisje, hoewel zijn vader het hem verbiedt. En mijn vader schildert het huis dat op de hoek staat. In dat geval hebben we te maken met hoofdzinnen en bijzinnen. En dat is het onderwerp van vandaag. Nou, daar gaan we eens even tegenaan. We halen er wat voorbeelden bij en we gaan kijken of we die zaak een beetje uit elkaar kunnen halen. Daar gaat-ie.